Welkom, allemaal. Um, het is heel erg druk. Ik vind het heel leuk dat er zoveel mensen zijn gekomen. Maar misschien kunnen jullie proberen een beetje in te schuiven naar het midden zodat iedereen een plekje um, kan vinden. Fijn. Um, we zijn begonnen met een filmpje van uh, Co-Short van Scott Macy um, over geld. Ik vind het zelf een heel grappig filmpje. En volgens mij wordt er op een aparte manier de vraag in gesteld wat geld nu eigenlijk is. Um, we gaan het vanavond hebben over wat geld is, maar dan op een andere manier. Want volgens mij is geld vooral ook macht. En met de financiële crisis is dat eigenlijk weer boven komen drijven. Dat geld macht is en dat de verdeling van geld zorgt ook voor een verdeling van macht. Je hebt het met de Franse uh, econoom Thomas Piketty. Die heeft het heel scherp gesteld met zijn boek wat heel erg populair is. Ik vraag me af hoeveel mensen het daadwerkelijk hebben gelezen. Maar heel veel mensen hebben het in ieder geval over gelezen. En dat boek draagt eigenlijk dezelfde titel als een heel belangrijk werk uit de geschiedenis van de filosofie, namelijk Das Kapitaal van Karl Marx. En sommige mensen zeggen dat Piketty de nieuwe Marx is, andere mensen zeggen dat dat niet zo is. Um, of dat zo is, daar denk ik dat we vanavond achter gaan komen. Uh, want we gaan het hebben over Karl Marx, um, we gaan het hebben over uh, zijn denken. Daarvoor hebben we socioloog en politicoloog Marijn Oude Amsen van de Universiteit van Tilburg uitgenodigd. En uh, na zijn lezing gaat hij in gesprek met uh, Evert van der Sweerde, uh, politiek filosoof van de Radboud Universiteit Nijmegen. over of Marx nu nog waardevol is. Mensen zeggen er is een terugkeer van Marx. Is Marx terug? Is hij weg geweest? Um, op wat voor manier is Marx terug? Um, volgens mij wordt het heel interessant. Ik hoop dat jullie een hele fijne avond hebben. Ik ben Annoute, de groot programmamaker bij het Zoeterbeekprogramma. En ik geef heel graag het woord aan Marijn Oudemamse, zodat hij ons alles kan uitleggen over Marx. Veel plezier. Nou, uh, allereerst bedankt uh, voor de uitnodiging. Uh, ik ben dus Marijn Oudemamse. Ik, ben, uh, ik uh, ben promovendus bij de Universiteit van Tilburg. Daar doe ik onderzoek naar. Uh, in een soort van ideeëngeschiedenis van nieuw rechts doe ik. ik. Kijk een beetje naar Wilders en Fortuin en wat er allemaal achter zit. En dit is eigenlijk iets wat een beetje iets heel anders. Uh, en ik ben uh, eerlijk gezegd uh, niet uh, heel erg ingewijd in het werk van Marx. Uh, en ik heb ook een beetje een aparte relatie tot Marx. En ik denk dat heel veel jonge mensen dat waarschijnlijk ook hebben. Eh. Uh, ik heb, mijn ouders die hebben dan zo'n heel erg verstoft, oud, rood, verkleurd boek van Marx staan. En dat is kapitaal, dat schijnen ze ooit gelezen te hebben. Uh, en voor mij was dat een soort van ja, oude mensen ding. Ik had daar nooit echt enige relatie mee. Uh, en eigenlijk ben ik Marx veel meer indirect gaan lezen en tegengekomen via allerlei hedendaagse denkers. Uh, nou ja, Slavoj Zizek of... Uh, Patrick Jameson, of uh, nou ja, dat soort figuren. Um, en uh, nou ja, vanuit uh, die hoek uh, ben ik een beetje naar Marx gaan kijken. En wat ik vandaag wil doen is, vanavond, uh, is eigenlijk meer een soort van bijsluiter dan echt een soort van uh, hele uh, ja, inhoudelijke analyse van, van wat Marx uh, is. Ik zal het niet over MCM hebben, over uh, alle mathematische formules die in Das Kapital voorkomen. Daarvoor is het eigenlijk een veel te ingewikkeld boek. Uh, dus ik zal veel meer eigenlijk spreken over hoe, verwijderen we, hoe kunnen wij ons verhouden tot Marx? En uh, waarom is de man weer actueel? En wat kunnen we ermee? En wat betekent het eigenlijk uh, dat Marx weer terug is? Uh, goed, de terugkeer van Marx uh, is misschien... Hebben heel veel mensen dat uh, soort van denken dat de relevantie van het marxisme is via... Een beetje de typische linkse auteurs zoals Naomi Klein of uh, Thomas Piketty. Hè, die het, uh, Naomi Klein die heeft het echt over een crisis van het kapitalisme die aanstaande is. Omdat die oneindige groei, dat kan toch niet met de klimaatverandering en zo. En we moeten een duurzame economie uh, gaan gaan vinden. Dus feitelijk is het klimaat een reden om nou eens een keer weer goed te gaan kijken naar. Hè, we hebben de middelen om, om een economisch systeem te bouwen wat gewoon duurzaam is. En waarom doen we dat niet? En uh, bij Piketty is, het, uh, zeg maar, is de, de analyse eigenlijk uh, veel uh, in die zin uh, veel statistischer. Zeg, het gaat gewoon echt om, om de cijfers en het laat gewoon heel onomstotelijk zien dat er een soort van concentratie van, van geld en vermogen plaatsvindt uh, onder het kapitalisme. En dat is eigenlijk een soort van inherente neiging. Uh, maar ik vind zelf uh, de terugkeer van Marx uh, veel interessanter uh, uit een andere hoek. En uh, dat is uh, meneer George Soros, die een tijd geleden het erover had dat er wel degelijk een class warfare in de VS is. En hij zei: Van en wij zijn die aan het voeren richting jullie aan de onderkant van de samenleving. En ik kan u verklappen, wij zijn aan het winnen. En uh, George Soros die had het erover dat hij minder belasting hoeft te betalen dan zijn schoonmaakster. En uh, zeg maar dat eigenlijk zijn, zijn de mensen in zijn omgeving. Zo'n zo dusdanige invloed hadden op het Amerikaanse beleid dat zij eh, allemaal vrijstellingen kregen. Uh, een blad als The Economist, uh, het Britse uh, blad waar zeg maar, de financiële elite uit de Londense City allemaal uh, naar kijken voor hun informatie, die heeft het over een historische verschuiving in de machtsbalans uh, tussen kapitaal en arbeid. Uh, en dat zien we terug in de dalende arbeidsinkomenquote. Dus. Uh, als je gaat kijken naar de geschiedenis, zeggen de mensen van de economist, dan zie je over het algemeen uh, dat zo'n twee derde van, van de waarde die geproduceerd wordt in een economie, die gaat naar de werknemers en een derde die gaat naar het kapitaal. Uh, en je ziet dat dat is gaan schuiven en, en de, de hoeveelheid geld die uh, naar de financiële elite gaat, die neemt toe en de hoeveelheid geld die werknemers krijgen, die neemt af. De uh, Financial Times uh, die, die zegt vergelijkbare dingen. Die uh, heeft het ook over de krimpende macht van arbeid en de groeiende macht van multinationals om belastingstelsels te ontwijken. Uh, en ook van, van de financiële sector. En uh, dat eigenlijk is een bedreiging gaan vormen voor het gehele economisch systeem. Uh, dus vanuit zeg maar, de financiële sector zelf zijn er een soort van pseudo-Marxisten ontstaan. Uh, die het nu hebben over het feit dat uh, eigenlijk de lonen sinds de jaren 70 niet meer zijn, zijn toegenomen. Uh, en uh, dat als gevolg daarvan, om de consumptie, consumptie uh, op, op peil te houden, uh, hebben we dus heel erg veel krediet en schulden gecreëerd. Ja, de, de mogelijkheid om een, een hypotheek te nemen op je huis, dat werd allemaal versoepeld. Uh, de mogelijkheid om creditcardleningen te krijgen. Uh, de mogelijkheid voor studenten om, om oneindig veel geld te lenen voor hun studie, werd, uh, uh, die deuren werden de wagenwijd opengezet. En we zien dat nu in Nederland uh, eigenlijk het begin daarvan, in de VS is het een enorm probleem. Uh, dus die financiële crisis is eigenlijk een, een gevolg van die vergrote macht van het kapitaal ten opzichte van arbeid. En dit is allemaal vanuit de, nou ja, vanuit de onverwachte en onverdachte hoek. Uh, waarom is Marx relevant dan in deze tijd? Uh, heel kort gezegd, uh, nou de, we hebben de neoclassieke economie, en die gaat uit van evenwichtsmodellen. Uh, en men verwachtte eigenlijk op een gegeven moment, dacht men, dat er geen crisis meer zouden komen. Uh, Greenspan van de, van de Fed was daar heel erg beroemd in, die geloofde eigenlijk dat we een soort van eeuwige stabiliteit waren aangekomen. En uh, in tegenstelling tot dat soort mensen, zegt Marx dat het kapitalisme. Dat is inherent crisis. Uh, dat, er zit een inherente neiging tot het kapitalisme, uh, tot het produceren van grote crisis. Um, en zijn analyse is, uh, gaat uit van de, de wet van de dalende winstvoet. Uh, en in het kort gezegd gaat het ervan uit dat je hebt kapitalisme en dat leidt inherent tot een concentratie van kapitaal. Uh, en uh, Vanwege die concurrentie worden kapitalisten eigenlijk... Die kapitalisten die hebben heel erg sterk de neiging om arbeidskosten te gaan drukken. Uh, en dat leidt weer tot lagere lonen en dan, daardoor krijg je weer verscherpende sociale tegenstellingen. Uh, en dan heeft Marx die heeft het over de negatie van de negatie. Uh, dus uh, hij heeft het eigenlijk over van, nou ja, die, die kapitalisten... Die, uh, die eigenen zich veel meer waarde toe dan ze eigenlijk zelf produceren... He, dat, is eigenlijk, dat wordt door ons geproduceerd. Um, en de negatie van de negatie is dus eigenlijk de, dat wij hun weer terugpakken. En dat is wat Marx voorstelt. Um, nou, en er zijn, om, die, om die crisis te vermijden, daar heeft Marx het over een aantal technieken die gebruikt worden door uh, de financiële elite, door het kapitaal genoemd. Um, en dat kan voorkomen worden door uh, technologische ontwikkeling. Uh, daardoor kan je zeg maar, mensen ontslaan en dan kan je machines inzetten. Dat is nu weer heel actueel door uh, robotisering. En er gaan allemaal verhalen rond, rond het verdwijnen van arbeid. Uh, door de komst van de robot. Uh, dat is al een heel erg oud verhaal, wat je wel terug ziet bij Marx. Uh, het vergroten van het industriële reserveleger. Dus de, de hele doorbraak naar ontwikkelingslanden in de jaren. 70 uh, en 80. Dat het zou Marx het, het industriële reserve leger noemen. Dat is een manier om de prijs van arbeid omlaag te krijgen. Waardoor je weer opnieuw winst kan maken. Um, en de intensificatie van de exploitatie van arbeid. Um, dus dat gaat eigenlijk om dat bijvoorbeeld: uh, je zegt tegen mensen: Goh, u gaat niet meer met de pensioen op je 65, maar u gaat met de pensioen op je 67. Of u bent de VND uh, en u zegt. Uh, wij gaan u minder betalen en daar moet u het maar mee doen. Uh, en zo is er natuurlijk een proces van loonmatiging geweest sinds de jaren tachtig. Uh, of u moet meer overuren gaan draaien, et cetera, et cetera. Dat is de intensificatie van de exploitatie. En dan is er ook nog het teruggrijpen op oorspronkelijke accumulatie of primitieve accumulatie. En dat is, Marx die had het erover dat uh, vroeger hadden mensen, hè, de boeren, die hadden dan hun gemeen, gedeelde weidegronden, de commons. En op een gegeven moment uh, is men uh, gewoon eigenlijk die weidegronden gewoon gaan inpikken en die boeren van het land te jagen, zodat ze allemaal de fabrieken inkwamen om daar te werken. Uh, en dat is eigenlijk uh, David Harvey, een uh, sociaal geograaf, die noemt dat uh, accumulation by dispossession. En die zegt dat dat ook heel erg gaande is in ontwikkelingslanden. Uh, of heel erg gaande was uh, in het oplok ten tijde van de Wende, na 1989... Er komen een aantal mensen en die kopen gewoon van alles op, wat eigenlijk veel meer waard is dan, uh, dan het in, uh, voor de prijs waarvoor het weggaat. En dat is een, eigenlijk een veredelde vorm van diefstal, volgens Harvey. Uh, we hebben het dan over de terugkeer naar de Gilded Age uh, in de VS. Uh, nou ja, dus het is een enorme, een historisch ongekende patronen van sociale ongelijkheid. We hebben het zowel over inkomen als, als vermogen. In Nederland is dat allemaal uh, net wat minder. Maar bovenal uh, zie je dat bij vermogensongelijkheid. Uh, en er zijn, nou ja, er is een klassiek boek, Mark Twain, The Gilded Age, The Tale of the Day. En Guild is eigenlijk verguld, dus er zit een goudlaagje en daaronder zitten alle sociale uh, problemen en sociale tegenstellingen. Uh, en we zien dan ook weer eigenlijk in, in, in de films, hè, in, in Hollywood zien we ook een soort van dat soort films als The Great Gatsby. Uh, uh, en je ziet, uh, Wolf of Wall Street ademt eigenlijk diezelfde sfeer. Dus we zien uh, die, die sfeer een beetje terugkomen van de, de Robber Barons en de Tycoons van, van, nou ja, uh, die tijd, 1870 tot, tot 1900. Um, en het, het belangrijkste ding is natuurlijk dat, dat soort van het, het Keynesianisme en de sociaaldemocratie waren altijd een soort van het antwoord op het Marxisme. En zeggen van, nou ja, reformisme is mogelijk. Uh, die ongelijkheden die kunnen we bestrijden. En er is niet een inherente neiging uh, tot die verscherping van sociale tegenstelling die Marx zag. Uh, en de zeg maar, verwatering van de sociaaldemocratie en het verlies van macht van... van uh, uh, ja, dat deel, die flank van de politiek, ja, dat is de globalisering, dus we kunnen het niet meer doen, we moeten de verzorgingsstaat reduceren, et cetera, et cetera. Um, die leidt er eigenlijk toe dat het marxisme relevanter is geworden. Dus het is niet zozeer dat het, uh, het marxisme zich heeft aangepast aan de huidige tijd, uh, alhoewel dat ook is gebeurd. Er zijn een heleboel neo-marxisten, post-marxisten, die allemaal nieuwe analyses hebben geschreven. Maar het is bovenal dat de Economische werkelijkheid zich aangepast heeft aan het marxisme. Uh, dus de grotere ongelijkheden en, en uh, een gevoel van onvermogen om daar iets tegen te doen. Um, wat betekent die terugkeer van Marx? Uh, dat is eigenlijk een beetje de vraag van, van mijn uh, lezing eigenlijk, toen, toen mij gevraagd werd om deze lezing te geven. Wat, wat bedoel je daar eigenlijk mee, een terugkeer van Marx? Ik las het in de krant van uh, Marx is terug en dat was dan voornamelijk dat er. Uh, ja, Dat er opeens een explosie plaatsvond van de verkoop van, van das kapitaal, voornamelijk in Duitsland. Uh, later werd er ook een Nederlands vertaling wat verkocht in Nederland, maar het is dus niet echt vergelijkbaar in Nederland. Um, en een terugkeer naar Marx. Hè. Marx is terug betekent eigenlijk, geeft mij in ieder geval het gevoel van. Oh, sindsdien is er eigenlijk niets meer gebeurd en we moeten weer terug naar Marx om te begrijpen wat hij eigenlijk heeft geschreven. En dat is voor mij eigenlijk heel. Heel vreemd. Uh, en het impliceert dat Marx is, is weggeweest. Uh, en mijn vraag is eerder van: nou ja, is Marx eigenlijk wel ooit helemaal gearriveerd in Nederland? En misschien is dat het idee dat hij nu weer terug is, omdat we het gevoel hadden van, nou ja, uh, hij is er eigenlijk niet. Uh, een ander probleem, toen ik het hoorde, is dat, dat je, als je het Marx terug. Uh, en Marx is, is niet alleen een, is niet een normale politieke filosoof, maar hij is ook de grondlegger van een hele belangrijke ideologie, het marxisme, wat later zeg maar de inspiratie is geworden voor socialisme en communisme. Dus uh, als je het over de terugkeer van Marx hebt, heb je het dan eigenlijk ook over de terugkeer van het marxisme. Um, en um, ja, eigenlijk mijn stelling zal zijn dat uh, met de met de ondergang van het, het communisme, dus met regimes van Stalin en Mao en uh, dat soort dingen. Uh, is eigenlijk ook die hele institutionele cultuur van marxisme verdwenen, dat orthodox marxisme. Uh, en daardoor kunnen we eigenlijk zeggen dat er een, toch wel een terugkeer van marx is, omdat wij weer op een nieuwe, open manier, fris, uh, naar zo'n figuur kunnen kijken. Uh, is marx weg geweest? Uh, ik uh, vind het altijd fijn om, om mensen van de andere zijde aan te halen, dus Asaya Berlin is een conservatief liberaal die... Overwegend toch wel aan de rechterflank plaatst. En die noemt uh, Marx de werkelijke vader van de economische geschiedschrijving uh, en daarbij van de moderne sociologie. Zijn verrichtingen zijn over het algemeen genegeerd in dezelfde mate waarin zij een vast onderdeel zijn gaan vormen van het beschaafde denken. Dus eigenlijk, wij denken dat Marx weg is geweest, eigenlijk omdat hij overal is, omdat zoveel mensen zijn typen van denken hebben geïntegreerd in bepaalde vormen van sociale wetenschap. En uh, hij schrijft verder: de doctrine die een grotere en blijvender invloed heeft gehad dan welk ander systeem van ideeën naar voren gebracht in de moderne tijd, is zijn theorie van de evolutie en structuur van de kapitalistische samenleving, waar hij nergens een gedetailleerde beschrijving van heeft gegeven. Namelijk de theorie die stelt dat de belangrijkste vraag die gesteld kan worden met betrekking tot welk fenomeen dan ook, zich richt op de verhouding tot de economische structuur en de daar, daaruit voortvloeiende sociale verhoudingen. Dus wat, wat Saiyan Berlin zegt is van. Ja, dat is een ingewikkelde zin. <laughs> Marx is nog veel ingewikkelder, maar uh, ik zal hem uitleggen. Uh, dus hij, hij stelt van, nou ja, oké, okay, de, de economische theorieën in, in Marx zijn boek zijn nooit echt. Uh, hebben nooit echt centraal gestaan in discussies over economie, maar het is eigenlijk meer zijn sociale filosofie die heel erg invloedrijk is geweest. Dus wat Marx zei is, uh, sociaal zijn bepaalt bewustzijn. Dus wat Marx zegt is van, de manier waarop wij denken wordt bepaald door de invloed, invloeden die wij om ons heen hebben. Uh, en van daaruit, dat is eigenlijk een soort van in, een sterke tegenstelling tot, uh, het gangbare idealisme, zoals dat wordt genoemd, van uh, filosofen als Hegel en Kant. Um, en dat is een soort van hele belangrijke invloed uh, op de sociale wetenschappen geweest. Men is nou anders naar literatuur gaan kijken, naar cultuur, naar, naar de politiek. Uh, is soort van, en als je dan naar bijvoorbeeld een dominante politieke partij gaat kijken, als Marxist zijn, dan ga je kijken welke economische belangen... Vertegenwoordigt deze partij. Als je naar een, een bepaald type literatuur gaat kijken, zoals je ook in Thomas Piketty heb je, worden de romans van Balzac en Jane Austen aangehaald op vrij marxistische wijze. Uh, dan ga je kijken van uh, ja, uit welke economische ervaring, uh, uit welke sociale verhoudingen die met de economie samenhangen, komt een dergelijke literatuur voort. En welke ideeën produceert een bepaalde uh, samenleving die uh, met een bepaalde. Productiemodus samenhangt. Dat is volgens Markt. Maar goed, ga verder. Um, dus uh, is het marxisme weggeweest? Uh, nee, dat is niet zo. Uh, het marxisme is een soort toonaangevende stroming in veel sociale wetenschappen. Je hebt hele beroemde auteurs: David Harvey, Mike Davis, Frederick Jameson, Terry Eagleton, Eric Hobsbone, Perry en and Benedict Anderson van de Imagined Communities. Uh, Saskia Sasse, van Global City, Antonio Negri, die Empire heeft geschreven een aantal jaar terug, wat een soort van held van de antiglobaliseringsbeweging was, als jullie dat nog herinneren. Uh, Etienne Balibar, Jacques Rancière en Slavoj Žižek, de kan, half spugende Sloveen, die altijd bij televisiedebatten is te zien. Uh, Gayatri Spivak en Leo Panic, die zitten allemaal in de Marxistische traditie. Uh, dat is niet een hele orthodoxe... Traditie, er zijn allerlei verschillende substromingen. Um, en ja, dus er zijn op heel veel. En die, die mensen die worden. Dat zijn echt de, de meest geciteerde wetenschappers in hun veld. Dat zijn echt hele grote wetenschappers. Dus wat, waar je meer toe zou kunnen komen. is dat Marx, Marx is hooguit weggeweest in Nederland. We hebben eigenlijk geen Marxistische traditie in Nederland. Uh, en de vraag is hoe dat komt. Um, maar goed, dus uh, ik vind het altijd een beetje zo van, nou, moeten we weer terug naar Marx? Ik denk van ja, als je dan echt iets wil weten van de huidige samenleving, uh, dan is het leuk om Marx erbij te pakken. Maar uh, kijk dan ook naar hedendaagse marxistische auteurs. Uh, Leo Panitch en Sam Ginolin hebben net een boek uit, The Making of Global Capitalism, wat heel erg een type economische geschiedschrijving is dat Marx ook deed. Uh, veel uitgeroemd zelfs in de Financial Times. Neil Brenner, The Economics of Global Turbulence, voorspelde eigenlijk al de economische crisis. Hij heeft het heel erg over de, de, op, de opkomst van uh, de financiële sector. Laclau en Chantal Mouffe uh, hebben in 1985 een soort van post-Marxisme geformuleerd, een soort van breuk met het oude orthodoxe Marxisme. Uh, David Harvey, een sociaal geograaf, die heeft een boek geschreven over die crisis, de crisis, die Enigma of Capital, wat heel breed en goed is ontvangen. En er zijn ook tijdschriften zoals de New Left Review of het Amerikaanse tijdschrift Jacobin, wat iets van vijf keer zoveel hits heeft als geen stijl. Dus dat, dat, dat bestaat. Uh, ja, dat is. Uh. Uh, dus de vraag is: van, is Marx ooit gearriveerd in Nederland? Uh, en je hebt een soort van vooroorlogse marxistische traditie met mensen als uh, Henriette Roland Holst, Herman Gorter, de dichter, uh, Anton Pannenkoek, een rade communist, Jacques de Kat. Een belangrijke ideoloog van de PvdA. Domela Nieuwenhuis, de anarchist en ex-dominee. Uh, Jan Romein en Annie Romein Verschoor. Uh, maar als je kijkt naar die Marxistische traditie, dan zie je eigenlijk altijd al dat die mensen enorme moeite hadden met Marx. Uh, en waarom hadden ze heel erg moeite met Marx? Uh, dat was feitelijk omdat je in Nederland had je hele late industrialisatie. Je had niet van die enorme fabriekencomplexen zoals in Duitsland of in Frankrijk of in Engeland. Uh, en heel veel van de mensen binnen de rode beweging, dat waren boeren of dat waren handwerkerlieden of dat waren niet echt mensen die zich identificeerden als het industriële proletariaat. En daarnaast had je ook nog de verzuiling in Nederland. Dus je had protestanten, je had katholieken en je had Daarnaast had je ook socialisten, maar dat was dan een veel kleiner element. Dus mensen identificeerden zich helemaal niet als zijnde een arbeider, maar veel meer als een, een gelovige die dan bij een van die sectoren zat. Uh, dus dat maakt het allemaal heel erg moeilijk. Uh, en, en daardoor vindt Marx, dat echt een atheïst is, vindt heel weinig, uh, ja, kan echt niet aarden in Nederland. En dan de sociaaldemocratie in de jaren dertig breken die met Marx. Uh, eigenlijk ook om, om deze redenen, omdat zij veel meer wilden aanspreken juist tot de protestantse en de katholieke arbeiders en, en een soort van meer gematigde koers wilden varen dan, dan Marx. Uh, die ook dan al lang dood is natuurlijk. Uh, dus in, in Nederland heb je dan een soort van een vreemde opleving van het naoorlogse marxisme. Uh, dat van mijn ouders eigenlijk, zeg maar. Uh, de babyboom-generatie. Uh, maar als je een beetje de literatuur naleest, dan hoor je eigenlijk dat er een soort van. Uh, dat er een heel sterk anti-intellectualisme heert in die tijd. Het gaat bovenal om stijl en heel weinig om inhoud. En je hebt een enorm probleem en dat is het koude oorlogsdenken. Uh, en Annie-Romein Verschoor, dat is dan dus echt zo'n Marxiste uit de jaren dertig, die heeft het erover. Um, waarom um, beleidt de gemiddelde tijdgenoot? Dus dat zijn die babyboomers in haar tijd. De door niets bewezen opvatting dat intellect en bewogenheid elkaars tegenpolen zijn en dat het intellect oud en bewogenheid jeugdig zou zijn. Waarom ondersteunt hij het eeuwige misverstand dat de mens aan zijn menselijkheid tekort zou doen door in de strijd om ons aller bestaan het beste wapen te gebruiken waarover hij beschikt, zijn rationeel denkvermogen? En zij bekritiseerde eigenlijk de hele generatie in de jaren 60 en 70, omdat die eigenlijk een soort van romantisch idee hadden van. Uh, uh, van, van de revolutie eigenlijk. Het, er was niet heel veel inhoud. Uh, en Siep Stuurman, een belangrijke figuur uit die tijd, ook eigenlijk een van de weinige naoorlogse marxisten in Nederland die echt uh, uh, flink wat boeken heeft geschreven en een interessante eigen richting heeft aangebracht. Uh, die heeft het erover dat in de Koude Oorlog je was of met de Sovjet-Unie en de Maoïsten. Of je was met het Westen, zeg maar. Dus het, het, het hele probleem was eigenlijk of je moest die hele orthodoxe, marxistische leer aanhangen van het Oostblok en, en de Sovjet-Unie, of je moest de westerse vrijheden omarmen. En doordat die twee polen zo met elkaar in conflict waren, werd elke andere een beetje kritische benadering, die werd weggedrukt. Um, maar ja, dat was dus echt een, een enorm probleem. Je kon kiezen Stalinisme of uh, westerse liberalisme. Um, nou, er is een, een ding met Marx. Dus uh, en de, complex, de complexiteit van Marx is dat het zowel dus een denker is als een politieke beweging, het marxisme. En uh, dus we moeten eigenlijk als we nu Marx lezen, dan moeten we eigenlijk denken van, nou ja, hoe zit dat dan eigenlijk met het marxisme? Wat is daar eigenlijk mee gebeurd? Uh, en dat, dat, die problematiek bij Marx die zit heel erg diep, want uh, Marx als filosoof die zegt eigenlijk van het het gaat er niet om slechts ideeën te formuleren, het gaat er om de wereld te veranderen. Want, hè, dat heb ik net uitgelegd, hoe wij ons maatschappelijk zijn, dus onze concrete ervaringen, die bepalen ons denken. Um, en dat is een bekende stelling. De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd. het komt erop aan haar te veranderen. Dus het verschil met alle andere filosofen is dat Marx, en daarom wordt hij ook wel een antifilosoof genoemd, uh, de praktijk voor uh, hem is een inherent onderdeel van zijn filosofie. En dat wordt dan wel het historisch materialisme genoemd. Nou, dat is een beetje veel tekst. Uh, uh, goed. Nou, het, het belangrijkste boek is het kapitaal. En, en daar, binnen het kapitaal zit, zit die hele problematiek eigenlijk um, zit daar al in. Nou, het is een super complex bouwwerk: uh, het kapitaal. Uh, maar er staan ook allerlei hele interessante uitweidingen in over de toestanden in de fabrieken. Marx die had allemaal overheidsrapporten, die, die bestudeerde hij. Die. Hij ging naar fabrieken en hij had ook allemaal inspectierapporten van de toestanden in deze of gene textielfabriek. Uh, dus er zit heel veel empirisch materiaal en historisch materiaal in, in Marx. Um, en uh, weer Asaiah Berlin, die beschreef het als. De meest formidabele, doorbrochte en uitgebreide aanklacht ooit geleverd tegen een gehele sociale orde, tegen haar heersers, haar aanhangers, haar ideologen, haar bewuste en onbewuste helpers, tegen al diegenen wiens leven verbonden is aan, aan haar voortbestaan. Um, dus, en, en, en daar, dat is voor Sayer Berlin, is het echt een soort van monument dat zijn stempel heeft gedrukt op de moderne wereld. Uh, en het, het ding is dus dat het kapitaal dus ook een fundering legde voor het bestaan van het socialisme. Het werd dus een centraal referentiepunt voor iedereen die binnen die stroming zijn, zijn eigen positie wilde bepalen. Dan moest je iets kunnen zeggen over het kapitaal. Uh, dus dat verkreeg een enorme symbolische betekenis. Uh, en het is op blinde manieren vereerd en ook op blinde manieren gehaat. Heel veel mensen die hebben geen regel gelezen of geen regel begrepen. En hebben er toch een hele definitieve mening over. Um, en in naam van het kapitaal zijn revoluties gemaakt. Contrarevoluties hebben ge zich gericht op de onderdrukking van het boek uh, als een van de meest krachtige wapens van het socialisme. En met de Russische revolutie had je dus eigenlijk gewoon een, een, een nieuwe maatschappij, een nieuwe samenleving die zei: wij zijn gebaseerd op de analyse in het kapitaal. En uh, wat zij deden is, zij, zij trokken een heel blik van exegeten en, en filosofen en, en sofisten open die allemaal hun eigen interpretaties van het kapitaal uh, gingen leveren en daarmee het bestaan van de Sovjet-Unie uh, te legitimeren. En uh, het probleem is eigenlijk dat de tekst zelf helemaal ondergesneeuwd is geraakt onder al deze commentaren, een ongelooflijke berg van duizenden, duizenden, duizenden pagina's. Um, nou, dan heb je. De grote vraag natuurlijk is: van, vloeit het totalitarisme of het, of het reëel bestaande socialisme, zoals het eufemistisch werd genoemd, vloeit dat voort uit het werk van Marx? Leidt Marx regelrecht tot de Sovjet-Unie of tot het Maoïsme? Um, en het probleem hier is een soort van onbepaaldheid van het werk van Marx. Dus hij weigerde uh, om recepten te schrijven voor de kookboeken van de toekomst, zoals hij het zelf schreef. Uh, dus uh, ja, dus hij had, hij had, er was eigenlijk, als je Marx leest, dan is het 99% analyse van het kapitalisme en 1% uh, een, een of andere leuze over de toekomstige maatschappij. Het communisme is, uh, ja, je hebt dan leuzes zoals: uh, van ieder naar vermogen, naar ieder. Uh, naar behoefte. Uh, ja, daar moet je dan mee doen. Dat is dan één zin. Dus er is geen structuur van hoe de samenleving zou moeten ingericht worden, of er een scheiding der machten is of niet. Dat is er allemaal niet bij Marx. Um, wat zou pleiten voor zeg maar, de verbinding tussen Marx en uh, de Sovjet-Unie, is dat hij heel erg uh, de nadruk legt op de heilzame rol van revolutionair geweld. En uh, Engels, de uh, compagnon van Marx, die, die noemde dat geweld de verloskundige van elke oude maatschappij die zwanger is van een nieuwe. Het is het instrument met behulp waarvan sociale bewegingen weten door te drukken en oude, gefossiliseerde politieke vormen open te breken. Maar uh, wat tegenpleit, is dat Marx echt het socialisme zag als iets wat, zich enkel, zou kunnen, wat enkel zou kunnen ontstaan in de meest geavanceerde economieën. Je moet wel een heleboel welvaart hebben om die te kunnen herverdelen. Uh, en je moet zeg maar heel geavanceerde maatschappij te kunnen hebben om van daaruit tot een soort socialisme te komen, wat voor hem echt een soort van radicale democratie was, waar iedereen dan ook uh, universeel stemrecht had en uh, waar de politieke macht kon weggeroepen worden. En socialisme in één land was ook onmogelijk. Socialisme moet, er moest in ieder geval een, een, een blok van landen zijn die elkaar dan zouden ondersteunen. En eigenlijk het idee was dat in Duitsland, uh, dat daar het socialisme gerealiseerd zou moeten worden. En niet in, in de Sovjet-Unie. Uh, veelal wordt dan uh, de dictatuur van het proletariaat genoemd als een soort van voorbode van het totalitarisme. Wat we bij de Sovjet-Unie zouden hebben. Uh, maar als je, de, als je het goed leest, dan de dictatuur van het proletariaat bij Marx. Daar bedoelt eigenlijk een, bedoelde een democratische overheid mee. Uh, waar zeg maar, nou ja... Arbeiders vanwege hun stemrecht het voor het zeggen hebben. Uh, en je ziet dan dat er dan een verandering optreedt zodra Lenin aan de macht komt. En die gaat dat opnieuw inspecteren en die zegt: van nou ja, de dictatuur van het proletariaat betekent dat de bourgeoisie en alle vijanden van het proletariaat. dat die hun stemrecht ontnomen worden. Dat zij niets meer kunnen zeggen. Want in de Sovjet-Unie hebben wij nou eenmaal een maatschappij die achterloopt. Dus kunnen we niet iedereen aan het woord laten. En moeten we de democratie inperken. En er waren allemaal figuren die daar oppositie tegen voerden. Ah ja, nu na de val van uh, het communisme, is het dus mogelijk om een open lezing van Marx te maken. Uh, en Marx veel meer in zijn historische context te plaatsen. Uh, en, het, en van daaruit gezien, Marx is dus niet een, de man van de doctrines, uh, een man van een onverbiddelijk en coherent systeem. Marx is meer een, een, een zoekende en polemiserende filosoof. Hij heeft gewoon... Hij heeft allerlei schetsen gemaakt uh, en dan kwam hij dan weer op terug en dan maakte hij weer een, een nieuw project. Daar begon hij dan aan en dan, toen veranderde er weer, er was er weer een revolutie ergens en toen moest hij weer aan de slag. Dus uh, hij was eigenlijk de hele tijd bezig uh, om zijn gedachten opnieuw bij te stellen. Um, en als je een, een stuk van Walt Whitman, de beroemde dichter, zou kunnen gebruiken, Do I Contradict Myself? Very well, then I contradict myself. I am large, I contain multitudes. Dat is ook van toepassing op Marx. Um, er zijn allerlei contradicties in Marx, ik zal even iets voorgaan. Je hebt eigenlijk Fifty Shades of Marx, om een hele lullige uh, titel te gebruiken. Uh, er is een humanistische Marx tot 1845, uh, die heel erg zeg maar, de, de industriële samenleving en de arbeidsdeling als een probleem ziet. En, uh, daardoor raakt een mens vervreemd van zichzelf en kan zich niet volledig realiseren. Dan is de optimistische Marx, die dan in, in Brussel woont van het Communistisch Manifest. Uh, dan uh, vindt de revolutie van 1848 plaats en, en dat gaat helemaal mis. Uh, Tienduizenden mensen worden uh, neergeknuppeld, neergezabeld uh, en gaan dood. Dus de hele arbeidersaristocratie waar Marx eigenlijk zijn project op wilde bouwen, die werd uh, in één klap, hoppa. Uh, weggevoerd. Uh, en dat leidde eigenlijk bij Marx tot een enorme. een, een soort van depressie. Maar en eigenlijk is het kapitaal. Is een soort van. zijn wraak. Kapitaal is. zegt hij. is het daar twintig jaar of zo aan gaan zitten. Uh, en hij heeft bepaald. van ja, ik ga historisch aantonen. dat er een wet is. die bepaalt. dat de kapitalistische samenleving gaat imploderen. Uh, maar dit is meer een soort van. vanuit een. Een positie van zwakte dan vanuit een positie van kracht. Uh, dus dat hele determinisme van Marx uh, in het kapitaal, dat is er ook heel erg in gelegen dat hij, hij moest zichzelf een soort van uh, toespreken van, nou ja, uiteindelijk gaan wij winnen. Uh, en dan heb je een soort van depressieve Marx uh, na de oorlog van 1870, Franco-Pruisische oorlog. Uh, en de onderdrukking van de Parijse Commune, waar weer echt tienduizenden mensen om het leven komen. Uh, en nou ja, die verliest eigenlijk ook zijn invloed op uh, de sociale democratie, die dan meer een, een uh, hervormingsgerichte, revisionistische, zoals Marx dat dan noemde, uh, kant op ging. En als laatste is er een postume orthodoxe Marx, die samengesteld is door uh, zijn compagnon Engels, want hij had gewoon allerlei geschriften liggen die nooit waren uitgebracht, dus de latere delen van, van Das Kapital. Uh, en die zijn door Marx bewerkt en heel veel mensen zeggen dat dat veel stelliger is en veel groffer dan Marx het zelf zou hebben beweerd. Uh, en later uh, zijn er de Russische interpretaties daar weer op losgelaten. Um, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. Vijf minuten. Dan uh, ga ik het hier door. Uh, nou, je hebt het, het, het historisch materialisme is een soort van de kern van Marx en filosofie. Uh, dat komt eerst uh, naar voren in de these van Feuerbach, uh, en, en, uh, die ging over religieuze vervreemding. Wij willen eigenlijk een volmaakte samenleving en wij willen onszelf vervolmaken als mensen. Maar dat projecteren we op een. Later leven. We dat projecteren we op de hemel of op een god. En het gaat er eigenlijk om, om dat terug te brengen tot de mens zelf en onszelf te volmaken en in broederschap te leven. En uh, dat zou het einde van de vervreemding betekenen. Dat was een, een, de visie van, van Feuerbach, een, een atheïstische filosoof. En Marx nam het over en, en breidde dat enorm uit. Uh, ook naar de politiek. Dus de, de politieke concepties, vrijheid, mensenrechten. Uh, die waren eigenlijk niet echt waar, want in werkelijkheid was er conflict gaande. En wij moesten dus eigenlijk, om werkelijk, uh, om, om, om werkelijk een soort van politiek goede samenleving te creëren, moeten we die contradicties in, in de basis van de samenleving oplossen. Um, en het historisch materialisme gaat er dus van uit dat elk idee eigenlijk gerelateerd moet worden aan de sociale verhoudingen. Uh, en Marx wijst dus heel erg op een gesitueerdheid van het denken. Wat nu een soort van een heel erg standaard onderdeel is geworden van de sociologie. Dus materialisme is niet uh, het materialisme van Dick Swaap. Wij zijn ons brein, wat jullie misschien wel kennen. Uh, het gaat niet om stoffelijke materie, maar het gaat om sociale verhoudingen. Uh. Uh, en er is ook een, een ander heel uh, moeilijk element aan Marx. Uh, is dat hij Marx is een anti-utopist. Dus hij, hij leverde felle kritieken op de utopisten uh, Owen, Fourier, en Saint-Simon. En uh, ultimately, when stubborn fact had dispersed, dispersed all intoxicating effects of self-deception, this form of socialism ends in a miserable fit of the blues. En uh, binnen het Marxisme is het dus heel erg belangrijk dat de, de, de maatschappij die komen gaat die moet op realistische wijze uit de huidige maatschappij voorkomen, en de voorwaarden van die maatschappij moeten nu in het hier en nu aanwezig zijn. Uh, en dus de, de dromers die zeg maar, zich een gehele nieuwe samenleving voorstellen, zonder dat dat realistisch is, en dan is natuurlijk de grote vraag, is, wat is realistisch? Uh, dat waren utopisten, en daar moest Marx helemaal niets van hebben. Dus in die zin is het uh, marxisme anti-utopisch. Nou, de ideologiekritiek ga ik ook even... Doorheen. Uh, en het gekke aan, aan Marx uh, wordt dan vaak beschuldigd van historisch determinisme. Uh, dus dat hij, hij had het eigenlijk over wetten van de geschiedenis die uh, eigenlijk de hele loop van ons leven al hebben bestaan uh, hebben bepaald. Het is een beetje zoals, de, zoals God, die de goddelijke voorzienigheid, die alles al heeft bepaald. Uh, en dat zit er heel erg in, maar tegelijkertijd heeft Marx allerlei momenten waarop hij dit weer helemaal onkracht. De materialistische methode verwortelt zijn tegendeel als het niet als een richtlijn wordt gebruikt, maar als een kant en klaar patroon waar men de historische feiten inpast naar eigen believen. En wat je ziet bij Marx is dat hij zegt van ja, je moet eigenlijk elke maatschappij weer in zijn eigen concrete omstandigheden bestuderen. Zo in Nederland geen revolutie nodig. Dat, is, uh, nou, dat, dat lukt allemaal wel. Groot-Brittannië ook niet, Verenigde Staten ook niet. Uh, dus hij, hij had heel erg het idee van: nou, je kan geen mal op al die verschillende samenlevingen toepassen. Je moet te telkens opnieuw kijken met al die empirische uh, informatie. moet je aan de gang gaan. En wat ik doe is eigenlijk slechts een schets geven. Um, maar daar ga ik ook even aan voorbij. Uh, nee, later uh, wordt dat historische determinisme heel erg bekritiseerd binnen het marxisme zelf, als een soort van semi-religieuze conceptie. He, dus dat er een soort van onvermijdelijke loop van de geschiedenis is naar het communisme. Dat betekent feitelijk dat je, op je gewoon op je kont kan gaan zitten en dat je niets meer hoeft te doen. En dat leidt tot uh, passiviteit. En Gramsci, die is een Italiaans filosoof, die werd opgesloten onder Mussolini en daar in de gevangenis voordat hij uh, doodging. Publiceerde hij zijn gevangenisschriften, en dit was zijn kritiek op het Marxisme. En dat, dat type denken. Eh, Gramsci leverde ook een kritiek op economisch determinisme binnen het Marxisme. en de klassebepaaldheid van de ideologie. Um, dit type zeg maar, kritiek binnen het Marxisme heeft geleid tot een soort van vernieuwing van het Marxisme in de jaren 60 en 70 met de opkomst van Nieuw Links. Uh, alleen die vernieuwing is grotendeels aan Nederland voorbij gegaan. Um, om af te sluiten, Piketty en Marx. Uh, dus, je ziet dus dat er bij Piketty uh, heel veel elementen van Marx zijn denken terugkomen. Piketty zegt in de kranten dan ook van, uh, ik heb Marx helemaal niet gelezen. Maar als je zijn boek bekijkt, dan zie je dat hij gewoon citeert uit Marx zijn werk. Dus uh, de vraag is of dat helemaal waar is. Um, en, uh, maar dus, ja, Piketty is geen marxist. Uh, of je kan hem misschien een post-marxist noemen, maar hij breekt op bepaalde punten heel decisief met Marx. Uh, en de marxist, Er is een marxistische kritiek op, op Piketty, uh, David Harvey heeft dat geschreven. Uh, en hij stelt eigenlijk van, nou ja, wat, wat Piketty doet, die kijkt alleen maar gewoon uh, statistisch gezien waar het kapitaal is, hoeveel het is en, en wie het heeft. Maar hij heeft geen model. Die kijkt naar het functioneren van het kapitaal in de hele samenleving en in het economisch systeem. Uh, en daardoor kan hij eigenlijk niet begrijpen hoe je zoiets zou kunnen veranderen. Uh, of hoe het zo is gekomen dat wij nu die extreme ongelijkheid hebben. Hij kan alleen maar zeggen dat er een historische tendens is, uh, maar hij kan niet uitleggen waarom. Uh, daarnaast is er een kritiek van Marx van de zijde van Piketty. Uh, en, aan de ene kant vindt hij dat. Uh, Marx anekdotisch gebruik maakt van statistiek. Uh, dus uh, Marx die, uh, ging dan naar een textielfabriek en die nam de, de boeken mee. En die ging dan kijken hoe ze dan uh, het geld investeerden. Uh, en Piketty vindt dat naar moderne standaarden kan het niet. Maar belangrijker is dat uh, Marx uh, nam productiviteitsgroei niet in zijn analyses mee. Dat concept bestond toen nog helemaal niet. Uh, en dat is pas eigenlijk in de 20 twintigste eeuw opgekomen... En daardoor zijn de, is de wet van Marx over de dalende winstvoet, dat er uiteindelijk kapitalisme aan zijn eigen contradicties ten onder moet gaan, uh, die klopt niet. Uh, nou ja, goed, het verschil tussen Marx en Piketty, uh, ja, Marx die biedt veel meer in, in termen van analyse. Dus het is echt een enorme visie op de mens, de samenleving en hoe alles met elkaar verbonden is. Uh, en Piketty uh, biedt veel meer concrete data, dat is gewoon echt duidelijk bewezen. En ja, die heeft concrete oplossingen om het kapitalisme te reguleren. En Marx die wilde er gewoon vanaf, die wilde het klaar hebben. Uh, daarmee ga ik afsluiten. Ik denk dat er uh, nog heel veel te zeggen is voor zeg maar een, een uh, Marxisme dat uh, geüpdate is aan de, de vereisten van de huidige tijd. Uh, alleen als we dan teruggaan naar Marx en uh, als je dan die oude boeken eruit pakt, of de nieuwe vertaling, uh, dan is het heel goed om je te beseffen dus dat er sindsdien heel erg veel is veranderd en dat er heel veel verschillende kritieken, ook binnen het marxisme zelf, op Marx zijn geleverd. Dus dat het niet een totaal verouderde ideologie is, enkel dat hij in Nederland uh, nauwelijks is binnengekomen. Uh, daarmee laat ik het. Ik wil eigenlijk uh, even tussendoor een vraag stellen aan jullie in de zaal voordat we aan het gesprek beginnen. Um, tegenwoordig hoor je vaak dat het kapitalisme eigenlijk wel zijn beste tijd heeft gehad. Dus in die zin heeft Marx misschien wel, of is hij misschien wel gelijk aan het krijgen. Um, wie van jullie denkt dat het marxisme een goed alternatief zou kunnen zijn voor het kapitalisme? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar moeten we het zo meteen inderdaad over hebben. Dat is net een probleem. Mag je het nu zelf voor jezelf invullen? Dus, uh, maar ik zag maar heel weinig uh, handen omhoog gaan. Um, is er iemand in de zaal die zichzelf een marxist zou noemen? Er oh, zijn er nog best wel dan zijn er meer dan ik had verwacht. Um, ik ga nu in gesprek met uh, Marijn Oudem en. Uh, Evert van de Sweerde komt er ook bij, hij is politiek filosofie aan de Radboud Universiteit. Um, als jullie uh, aan die kant uh, willen gaan zitten of staan. Um, uh, Evert, ja. um, jij doet veel onderzoek als politiek filosoof naar Rusland. Uh, en je weet in die zin ook het een en ander van de Sovjet-Unie uh, uh, ja. af. Ja. Um, is de Sovjet-Unie een marxistisch systeem geweest? Ik ga nu een beetje dezelfde vragen herhalen die net uh, vanaf de tweede rij gesteld Wat bedoel je met een marxistisch systeem? De Sovjet-Unie is een poging geweest, al heel snel geperverteerd, zou ik zeggen. Uh, eigenlijk al helemaal aan het begin. Al binnen een jaar leidde het tot, tot het neerslaan van uh, opstanden van, uh, van juist diegenen die het proletariaat moesten vormen. Dat dus boeren, boerenarbeiders en soldaten. Juist diegenen die de nieuwe samenleving vorm moesten geven, waren de eerste die uh, slachtoffers werden van de repressie. Dat is, binnen enkele jaren was dat in die zin uh, misgelopen. Maar het is een systeem geweest dat zich beweerde te baseren op Marxistisch, en later heette het Marxistisch-Leninistische principes. Daardoor werd dat de dominante ideologie en was dat ook het officiële vertoog, et cetera. Nou, wat daaruit voortgekomen is, daar heeft Marijn ook het een en ander over gezegd. Dat is inhoudelijk meestal niet zo verschrikkelijk interessant. Als fenomeen is het wel heel interessant, denk ik. Dat is ook precies waar een groot deel van mijn onderzoek eh, vooral vroeger eh, over gegaan is. Maar het is ook niet zo, dus je kunt niet zeggen het was een marxistisch systeem. Het was een systeem dat een marxistische vlag hees. Of een marxistisch-leninistische vlag hees. En zei, alles wat hier gebeurt, komt daaruit voort. Dat wil niet zeggen dat dat ook zo is natuurlijk. Dus het was in die zin de ideologie daarvan, dat, van dat systeem. Maar, en dat is denk ik wel een punt waar we het over moeten hebben misschien vanavond, het deed natuurlijk wel een aantal dingen die in het Marxisme en ook bij Marx heel nadrukkelijk aanwezig zijn. En de belangrijkste daarvan, en Piketty in zijn boek refereert daar ook aan, was de afschaffing van, de, van het privé-eigendom over de productiemiddelen. Dat is in de Sovjet-Unie daadwerkelijk gebeurd. En dat is tot in 1989 ook gehandhaafd. Dat werd een soort, uiteindelijk werd dat een soort staatskapitalisme. Um, maar privé-eigendom van productiemiddelen is na kort na 1917 echt afgeschaft. En is een van de centrale stellingen van het communistisch manifest van Marx. Dus in die zin was dat wel een gedeeltelijke uitvoering in ieder geval. van zoiets als een Marxistisch programma. Maar we hebben ook al gehoord dat uh, het heel moeilijk is om over. De theorie van Marx te praten, omdat er verschillende stadia zijn geweest in zijn denken. Mm -hmm. um, is dan die afschaffing van het eigendom van de productiemiddelen, is dat de kern van Marx? Is er een kern van Marx? Dat, dat zijn twee verschillende vragen. <laughs> is er een kern van het denken van Marx? En zo ja, is dat de afschaffing van de productiemiddelen? Ik denk dat er meerdere kernen zijn in het denken van Marx. En wat ik inspirerend vind aan het verhaal van, van Marijn. Is dat hij zegt van, dat is onderdeel van jouw frisse blik, om zo te zeggen. Ga dat niet meteen proberen als een soort systeem te benaderen, maar kijk wat zegt hij nou eigenlijk. En misschien zitten daar wel dingen in die je ook los van elkaar kunt zien. Dus die afschaffing of het punt van privé-eigendom over de productiemiddelen is één centraal punt. Maar een ander centraal punt, jij zei daar straks van dat kapitaal is voor 99% een kritiek van het kapitalisme. Ja, maar tegelijk een kritiek van het kapitalisme in een historisch perspectief waarin het slechts één van de fasen in de ontwikkeling is. Die noodzakelijkerwijs leidt, zoals het voortgekomen is uit een, feodale productie, uit een feodale productiewijze. noodzakelijkerwijs zal leiden tot zoiets als een socialistische en daarna communistische productiewijze. Dus die analyse van Marx van dat kapitaal van midden van de 19e eeuw staat in een, in een historische lijn, staat in een historisch narratief mm -hmm. dat je misschien heel erg 19e eeuws kunt noemen. Maar, maar die sorry die afschaffing van die productiemiddelen is wel een heel cruciaal punt. Ja, maar dat is ook al van de eigendom over de productie. Van de eigendom over de productiemiddelen. De over de productiemiddelen. Um, maar Marx die zegt inderdaad dat het kapitalisme uh, gedoemd is om te falen. Mm -hmm. um, is het kapitalisme inderdaad gedoemd om te falen? Wat, wat denk jij, Marijn? Daar zou ik geen stelling over kunnen. Mm. Kijk, het, het punt met het kapitalisme, en dat, dat zag Marx ook heel sterk, is dat het een, een ongelooflijke capaciteit heeft om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dus uh, hij had het, ja, in het communistisch manifest kan je ook als een soort van uh, een lofrede zien op het kapitalisme en mm -hmm. op de, de bourgeoisie, en, en die de hele wereld opnieuw uh, uh, heeft geschapen, zeg maar. En dat is een soort van, is een hele. Ja, je ziet, Marx was daardoor echt heel erg gefascineerd. En hij wilde die krachten, die, die het kapitalisme vrijmaakt, uh, die wilde hij op een ratione rationele manier gebruiken om, zeg maar, die socialistische samenleving te creëren. Uh, maar ik denk dat heel erg het uh, apocalyptische element in zijn denken, dat dat heel erg samenhangt met uh, de 19e eeuw. En misschien ook met, en Dat was eigenlijk het moment dat het religieuze den denken overging. Uh, in, in meer seculiere analyses, die nog eigenlijk heel veel van het religieuze in zich hadden. Dat zie je met Hegel en dat zie je ook met Marx. Ja, of met Kond, om maar een andere 19e eeuw te noemen. Ja. Dus dat is heel erg tijdgeest. Dat, is, dat ben ik helemaal met, je, met, met jou eens. En, en om bij de vraag uh, van hem weer terug te komen. Um, wat, wat verstaan we onder het begrip marxisme? Is daar een definitie van te geven? En is Marx denken hetzelfde als marxisme? Uh, nou ja, ik denk dat het, het marxisme is een stroming die zich, uh, die inspiratie ontleent aan Marx en die op een bepaalde uh, zeer kritische wijze kijkt uh, naar uh, het kapitalisme en eigenlijk een hele interdisciplinaire stroming die probeert te zien hoe eigenlijk verschillende elementen van onze samenleving zich tot elkaar verhouden. Dus van, nou uh, ja, uh, hoe verhoudt uh, de, de de politiek of de cultuur zich tot uh, onze sociale verhoudingen. Hoe, hoe houden, verhouden eigenlijk mijn eigen opinies zich uh, tot het feit dat ik uit een middenklasse gezin kom? Hè? Dat ik uh, eigenlijk altijd bijvoorbeeld het hele idee van een carrière hebben is een middenklasse idee. Zeg maar mm -hmm. als je dan omgaat met mensen die, die dat helemaal niet hebben, dan opeens schrik je heel erg en denk je van oh shit, mijn hele mijn bewustzijn wordt toch heel erg bepaald. Door uh, mijn omgeving. En in, in die zin uh, denk ik dat het. Uh, ja, het Marxisme is vooral dat. op een hele radicale manier kijken. Uh, naar ongelijkheden in de samenleving. Uh, en ook wel een heel sterk humanisme, denk ik. Het geloof uh, in de vervol, vervolmaking van de mens. of in ieder geval het geloof. dat we zeg maar, met alle middelen die we hebben, de technologische uh, middelen. dat we eigenlijk. Een, dat het heel simpel zou zijn om een. Uh, een, een betere samenleving dan de huidige te creëren. Die niet enkel draait om, om het genereren van winst. Ben je het daarmee eens, Evert? Is dat de kern van het marxisme? Um, ja, mis, nou ja, misschien is de, de. Ik heb nu ook. Ik ben sowieso de laatste tijd weer meer Marx gaan lezen. Iets wat ik overigens iedereen kan aanraden. Maar dan moet je niet dat kapitaal lezen. Dat is inderdaad een heel erg moeilijk en complex boek. Maar heel veel van de eerdere geschriften van, van Marx zijn echt juweeltjes vanuit het oogpunt van zeg maar, polemische literatuur. Het is echt heel erg leefbaar. Schrijft ook, ik zou je ook aanraden om het in het Duits te proberen. Hij schrijft echt een heel mooi, krachtig, polemisch, militant Duits. Dat ook dat kan inspirerend zijn. Uh, militant Duits, daar hebben wij misschien andere associaties bij. <laughs> in de goede zin van het woord. Um, maar weet je... Ik denk dat de vraag zoals jij hem straks stelde aan de, aan, de, aan de zaal, ik kan me die vraag helemaal voorstellen. Ik denk ook dat het een vraag is die veel mensen boeit. Maar terwijl jij die vraag stelde, moest ik denken aan een boek dat een aantal jaren geleden, inmiddels een flink aantal jaren geleden, geschreven is door Jacques Derrida, Spectre de Marx. Het communistisch manifest begint met de beroemde zin: es geht ein gespenst om um in Europa. Dat gespenst is communisme. En Derrida heeft een boek geschreven dat heet Spectre de Marx, Spoken van Marx, waar hij eigenlijk zegt in antwoord op jouw vraag, wij zijn allemaal Marxist en we kunnen niet anders. Dat wil zeggen, Marx is onderdeel geworden van onze intellectuele traditie, op een veelheid van manieren die wij niet meer zomaar kwijtraken. Marx zit ons achterna, hij zit ons in het bloed, hij zit ons in het achterhoofd. En dat heeft te maken, denk ik, met een punt, en in die zin ben ik het helemaal eens met Marijn, dat centraal is in Marx, een van de kortste en krachtigste teksten van Marx, is de inleiding bij het soort kritiek de politische economie, de inleiding op de kritiek van de politieke economie. Um, waar hij precies dat punt maakt: van er is zoiets als de objectieve maatschappelijke verhoudingen. Ook daar ben ik het helemaal met Marijn eens. Dat moet je niet opvatten als materialistisch, in de zin van dat gaat over materiële dingen. Maar dat gaat over objectieve maatschappelijke verhoudingen die gegeven zijn. Die je niet zomaar kunt veranderen. Heel even terug naar dat beginfilmpje van Go Short. Zelfs de jongen probeert met een woord zijn schuld te lenigen. Dat gaat niet lukken, want de dame achter, aan de andere kant van het loket durf je te vermoeden bij een bank of iets dergelijks. Die zegt van ja meneer, dat kan niet, want het is een dit en dat. Dan zegt hij op een gegeven moment, ja, maar het zijn toch alleen maar cijfertjes in een computer. En het punt is precies, het marxistische punt is, ook dan kun je ze niet zomaar veranderen. Want als je ze zou veranderen, zij kan ook niet zomaar zeggen. oké, okay, ja inderdaad, nee, u hebt gelijk. Het zijn inderdaad gewoon maar cijfertjes op een, in een computer. Dus oké, okay, daar zetten we een streep doorheen. Klaar. Ook zij kan dat niet, omdat er zoiets is als objectieve maatschappelijke verhoudingen. En die, zegt Marx in die tekst die ik net noemde, die bepalen hoe onze samenleving in elkaar zit, hoe onze. ...juridische verhoudingen zijn. Bijvoorbeeld de heiligheid van het privé-eigendom... ...is voor Marx wat dat betreft een heel duidelijk punt. Niet alleen over productiemiddelen, maar überhaupt. Hè. Mijn en dein, de heiligheid daarvan. En dat bepaalt ook weer in, in een volgend stadium... ...wat hij dan noemt de ideologische bovenbouw. Dus wat de dominante ideeën, wat de dominante ideologieën en dergelijke zijn. En dat idee, het idee dat er een soort onderlaag is... ...die eigenlijk bepaalt hoe wij in elkaar zitten... ...met elkaar omgaan en daarover denken... En wat we daarvoor theorieën over produceren. Dat zou je kunnen zeggen. is een soort. Ja, Marx is wel genoemd. een van de masters of suspicion. Hè? Dus een van de mensen. die gewoon <laughs> het niet vertrouwen. en die denken: van ja, er is hier iets anders aan de hand. En dat idee, dat is volgens mij. wat Derrida bedoelt. dat zit ons in het bloed. Dus het idee dat het eigenlijk om andere dingen gaat. en dat wij een soort schimmelspel aan het opvoeren zijn. met onze tegenstelling tussen liberalisme en sociaaldemocratie, maar bijvoorbeeld. betekent dat dan ook dat het kapitalisme um, eigenlijk marxistisch is? Of ga ik nou te ver? Nee, het is een manier van kijken die, die marxistisch is. Ja. En die heel veel sociale wetenschappers hebben. Dus uh, een, een, ja, het hele idee binnen sociale wetenschap is dat heel sterk uh, toegenomen eigenlijk, het idee van dat je dat je je bewust bent van je eigen positie, dat je Überhaupt, uh, he, dat je niet in, vanuit de Ivoren Toren zeg maar, tot, uh, onmiddellijk tot een soort van universele waarheid kan komen, mm -hmm. maar dat je uh, heel erg moet gaan kijken van nou ja, welke, uh, welke verhoudingen, <coughs> binnen welke verhoudingen spreek ik en, uh, en binnen welke verhoudingen wordt er gesproken. Dus als we het hebben over de juridische orde. Welke belangen worden daarmee gediend? Wie bono, dat is een soort van sterk, ja, dat is een heel bepalend element uh, binnen de politieke wetenschap. Oké. Okay. So, Marks, die leeft nog steeds onder ons. Ja. Daar komt het op neer. Um, ik wil eigenlijk uh, kijken of er vragen zijn uh, in de zaal. Uh, de loop, ik denk dat Sam daar een microfoon heeft. Ik kan het niet helemaal zien. En um, daar loopt ook iemand met een microfoon. Dus als jullie je hand opsteken, dan moet je even wachten tot je een microfoon hebt. En dan kun je je vraag uh, stellen. Ik zie hier vooraan uh, een vraag. Kun jij wat zien, Lisa? <laughs> nou, ik heb niet gedacht dat ik gelijk zou kunnen, dus ik heb mijn formulering niet helemaal uh, bij de hand. Um, uh, waar ik eigenlijk bij wilde, wilde stilstaan, is, is de, praktische, de praktische dimensie hiervan. Um, iedereen kan me horen zo hè? Ja, helemaal goed. Um, ik, ik, uh, ik ben student hier aan de Radboud. Ik ben ook activist bij de Internationale Socialisten. En wij worden er echt bijna dagelijks mee ingepeperd. Uh, wat, wat ook werd aangehaald als citaat: dat je de wereld wel kunt begrijpen, maar dat de taak is om hem te veranderen. Mm -hmm. um, als marxist ben je niet per se verplicht om de wereld te willen veranderen. Je kunt gewoon zeggen: uh, met marxisme kan ik de wereld begrijpen. Maar als je hem eenmaal begrijpt, dan is het heel moeilijk om hem niet te willen veranderen, als je tenminste aanneemt wat er, wat er wordt gezegd door Marx in grote delen. Um, als we Marx dan serieus nemen, um, dan kunnen we niet anders concluderen dat als er verandering moet komen... Dat dat niet zal komen, in alle waarschijnlijkheid niet zal komen van de gevestigde orde. Dat uh, captains of industry en, en mm -hmm. beleidsmakers aan de top niet degene zullen zijn die uit zichzelf zullen zeggen: van hé, hey, weet je wat, laten we hier eens een keer ophouden met die exploitatie of wat dan ook, of de repressie. Um, dus als we dat aannemen, wat moeten we dan doen? Weet je, wat is de stap? Moeten wij het gaan doen? En zo ja, hoe dan? Wat is, wat is aan ons de taak om dan Marx-analyse uh, Marx toe te gaan passen op een. Um, Laten we zeggen, anticapitalistische strategie of een alternatief kapitalistische strategie. Dank mm -hmm. u wel. Wat moeten we doen om Marx uh, toe te passen? Ja, um, wie wil? Nou ja, ik denk dat uh, op dit moment, uh, hè, als je echt uh, Marx uh, letterlijk zou nemen, dan uh, kom je toch uit bij de allesomverwerpende revolutie. Uh, en ik denk dat dat toch wel echt uh, een. een voor Echt mensen die, die bezig zijn met, met de praktijk en ook met marxisme, dat dat een, 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 toch wel een overblijfsel is uit de 19e eeuw um, en de, de lange 19e eeuw, zoals het dan wordt genoemd. Uh, dus ik denk dat het veel, nu veel zinvoller is te kijken om naar bijvoorbeeld Griekenland, een partij als Syriza, uh, daar zitten dan heel veel uh, radicaal uh, linkse uh, types, uh, oude marxistische professoren. Uh, en uh, die, uh, de minister van Financiën die noemt zich een, een uh, Keynesiaans met, uh, met een flinke marxistische tik. Dus die uh, Janis Varoufakis. Uh, en wat je dus heel sterk ziet binnen dat, dat Syriza en dat, dat Griekse links... Uh, is dat men heel, zich heel erg bewust is van de verknooptheid van het wereldwijde economisch systeem. Je kan niet opeens in Griekenland uh, de revolutie uitroepen en dan uh, de grenzen dichtgooien en... Uh, alles nationaliseren en uh, dan uh, komt het wel goed. Dus je ziet heel erg dat er een soort van lange termijn strategie is van: oké, okay, nou ja, laten we eens beginnen met uh, om te proberen het uh, economisch beleid binnen Europa en de EU uh, naar links te trekken. Laten we eens proberen om uh, binnen die enorme, uh, ja, eigenlijk de manier waarop de democratie ingesnoerd is, zodat er alleen maar bezuinigingspolitiek mogelijk is in Griekenland. Laten we dat gaan veranderen. En dan heb je echt een strategie over twintig uh, jaar of iets dergelijks. En ik denk dat dat in de huidige situatie uh, veel realistischer is. Dus ik denk dat de huidige situatie heel vergelijkbaar is met de tijd waarin Marx in zijn depressie zat. En dacht van, ik ga ze betaald zetten uh, en ik ga uh, hier uh, mijn boek schrijven over de onvermijdelijke wetten van de geschiedenis... ...die dit kapitalisme kapot maken, omdat er op dat moment eigenlijk helemaal niets gaande was dat uh, een dergelijke potentie had. En ik denk dat we nu in een vergelijkbare situatie zitten, waarin Marx depressief zou raken, en het aan ons is om niet depressief te worden, maar gewoon veel meer, veel realistischer te kijken, van binnen de kaders die er nu zijn, hoe kan je uh, blijven duwen? Mm. Heeft iemand nog een vraag, die meneer hier vooraan? Ja. Oh, ja, ik, uh, ik wou eigenlijk een hele korte vraag stellen die aanknopt bij wat u daarnet zei. U zei dat de, de onteigening van de productiemiddelen heel erg belangrijk is. En in het kader van wat er net gezegd is van hoe ga je dat dan in godsnaam toepassen? Mm -hmm. ja, God is misschien niet goed om bij te halen. Maar... <lacht> 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 hoe ga je de onteigening van de productiemiddelen toepassen? Nou ja, daar zou je in ieder geval... Je zou in ieder geval kunnen zeggen, en dat sluit aan bij een element wat zat in het verhaal van Marijn, en ook bij een belangrijk element in het verhaal van, uh, van Piketty: um, die verschuiving zeg maar, van arbeid naar kapitaal. Dus dat het kapitaal zelf um, eigenlijk de voornaamste bron van winst geworden is. Dat is het, een van de centrale stellingen van Piketty. En dat dus het kapitalisme zich als het ware van de. Wat wij dan meestal noemen materiële productie, de productie van goederen met name, eh, steeds verder aan het lossingen is. Dat betekent dat de eigenlijke eigenaren van de productiemiddelen ook niet meer zozeer de fabriekseigenaren zijn, maar de banken. Sowieso zijn de meeste fabrieken eigendom van banken. En niet, hè? dus de directeuren van fabrieken zijn werknemers van de fabriek, zijn leden van de directie. Ze krijgen misschien fantastische salarissen. Maar ze zijn niet de eigenaren. De eigenaren zijn de banken, de financiële instellingen. Dus, en die zou ik zeggen. Maar ik ben geen econoom, dus ik weet ook niet wat daarvan dan de verschrikkelijke. Iedere econoom zal meteen zeggen dat wordt een verschrikkelijke ramp. Maar mij lijkt politiek gezien dat het nationaliseren van het banksysteem niet zo'n verschrikkelijk grote, ingewikkelde stap hoeft te zijn. Zeker niet wanneer je bedenkt dat de meeste centrale banken altijd al nationale banken waren. Dus dat is een dat is kwestie van, denk ik, op dat vlak. Um, ja, Om het plat te zeggen, maar opnieuw, ik ben geen econoom. Het terugdraaien van een stap richting marktwerking, ook binnen die financiële sector, die misschien nooit gezet had mo moeten worden. Dat is volgens mij ook het punt van zo'n Syriza in, uh, in, in Griekenland. Uiteraard. En eigenlijk zelfs als het Uiteraard. Nee. Dat zei, ja, en dat is ook iets wat Piketty naar voren brengt. Hè. Dus Piketty is in werd, die zin... Ik wil even Sorry, herhalen voor ja. de mensen die het niet hebben gehoord. Er werd gezegd dat uh, als je zoiets wil doen, dat je dat op een globaal niveau moet doen. En niet alleen in één land kunt doen, want tegenwoordig is heel het financiële systeem een globaal systeem is geworden. Nu gaan we verder. Waarbij overigens Marx de auteur is van een van de eerste en meest inspirerende teksten over globalisering ooit. In het communistisch manifest, wat Marx daar zegt over globalisering, is volgens mij de essentie van globalisering. Namelijk dat het kapitalisme zich hoe dan ook wereldwijd zal uitbreiden. Nationale staten of niet. En dat, punt, dat is een punt. En Piketty neemt denk ik toch, ik denk net als Marijn, dat hij Marx heel goed gelezen heeft. Um, niet dat hij het met hem eens is, maar hij kent het heel goed volgens mij. Een van de dingen die hij zegt, een van de oplossingen voor dat losgezongen kapitaal, is wat hij noemt een globale. Uh, belasting op kapitaalsvorming. Een progressief, globaal belastingstelsel dat kapitaal belast. Maar iedereen snapt dat met belastingparadijzen en met verschillende wetgevingen en dat soort dingen, dat de, 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 de nazistaat en ook de Europese Unie de grote barrière daarvoor vormen. Dus daar is, dat is een, een radicaal programma, ook bij Piketty. Als je dat echt zou willen, dan moet er nogal wat gebeuren. Uh, maar Evert, als we uh, het kapitaal weghalen bij de banken, dan zijn we eigenlijk weer terug bij de situatie ten tijde van Marx. Maar dan ben je nog niet een stap verder aan het gaan, wat misschien Marxisme is. Want Klopt. Marx wou het verder terug hebben, ook bij, de grote, bij de, de grote personen of de grote bedrijven weg hebben. Zouden we ook die kant op moeten gaan? Ik, we gaan misschien terug op die eerdere vraag hè, over het veranderen van de wereld. Ik denk dat dat is een van, volgens mij, een van de meest. Verkeerd gelezen stellingen van Marx. Dus dat klinkt natuurlijk heel militant en heel, het heeft een enorm appeal. Hè. De filosofen hebben de wereld altijd alleen maar verschillend geïnterpreteerd. Het gaat erom haar te veranderen. Maar ik zou zeggen, de wereld anders interpreteren, dat wil zeggen wat Marijn noemt realisme, dus kijken naar wat zijn de reële objectieve verhoudingen, wat voor ideologische bovenbouw zit daarop, dat is de wereld al veranderen. Dat is al je perspectief op die wereld veranderen, dat is dingen gaan zien die je anders niet ziet. Dat is het opheffen van de blindheid, kun je ook zeggen. Dus dat, dat is zelf al een verandering. Dus die abstracte tegenstelling van aan de ene kant de wereld. en aan de andere kant de interpretaties. die deugt al niet. Want die interpretaties zijn onderdeel van die wereld. Ja, het, ja, het paradoxale is dat Marx zelf ook eigenlijk zijn denken als een soort praktijk zag. Ja. Dus, uh, ja. En dan wordt het dus heel erg lastig. <laughs> dus er zijn ook. Uh, Etienne Balibar, wat dan een soort van. Uh, uh, voorname Marxistische filosofus uh, uit Parijs, die heeft dan de neiging om Marx een, een, uh, een idealist te noemen. Maar uh, het type idealist die ervan uitgaat, is dat je ideeën uh, de wereld veranderen ja. enkel als ze in contact staan met de praktijk. Ja. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een hele basale contradictie, uh, die uh, ook in het werk van Marx aanwezig is: is dat er geen ander uh, werk is dat zo de These van Marx onderuit haalt. Dat uh, de materiële uh, omstandigheden zijn die de wereld veranderen en niet de ideeën. als Marx zijn ideeën zelf. Mm -hmm. omdat die zo'n enorme invloed op de wereld hebben uitgeoefend. En uh, Marx ja. is ook een heel goed voorbeeld van een intellectueel. die politiek actief is. Um. Het is een geëngageerde intellectueel, ja. ja. Maar dat is ook, hij stelt dat ook als een voorwaarde. voor het bedrijven van filosofie. Ja. Uh, zeg maar, als je, als je niet geëngageerd bent, dan is er eigenlijk geen. geen Filosofie, dan is het eigenlijk speculatie volgens de Marx. Ja, maar tegelijk denk ik, ik wil de wet straks... Jij, jij had in jouw presentatie, noemen, had je het op een gegeven moment over de optimistische Marx, hè? de Marx van het communistisch manifest. Toen heb ik voor mezelf genoteerd, dat gaat niet over optimisme per se, dat gaat over de, de militante Marx. Dat wil zeggen de Marx die zichzelf in die strijd wilde gaan mengen. Dat is niet, ik bedoel dat is wel een hele mooie tekst, maar dat is niet de meest succesvolle poging van Marx geweest om zelf, zeg maar... Actief te worden als onderdeel van die internationale arbeidersbeweging. en de, de klassenstrijd en dergelijke. Marx is uiteindelijk in dat opzicht een theoreticus. die in die zin beter bij zijn eigen stil had kunnen blijven. en harder had kunnen zeggen. het denken over de werkelijkheid veranderen is ook een vorm van de werkelijkheid veranderen. Dat is precies het punt wat, wat Marijn naar voren brengt. En um, ik ga even kijken of er nog. zijn er vragen uit de zaal uh, achter jou inderdaad? Uh, op de trap eerst en dan kom ik daarna in het midden. Ja, dankjewel. Uh, mijn naam is uh, Ramon Barens. Ik ben van de Pacifistisch Socialistische Partij 92. En mijn vraag uh, um, gaat over Marx, die heel veel mooie dingen heeft. Over gelijkheid en over hoe dat je samen kunt leven in, uh, in een land. En dat je iedereen ook hetzelfde kan hebben. Maar aan de andere kant. Um, ja, Marx is aan de andere kant ook wel heel lastig. Omdat. Uh, zeker als je kijkt naar Marx uh, met marktwerking afschaffen en uh, eerlijk delen, daar zijn we natuurlijk hartstikke voor. Aan de andere kant wil Marx dat bereiken, net zoals de CPN en de IS, door een revolutie. En een revolutie is natuurlijk totaal niet democratisch. Mm -hmm. En als ik kijk naar de liberale democratie, zoals dat wij die gelukkig kennen in ons land, met verkiezingen, met eerlijke verkiezingen, uh, waarin iedereen zijn stem kan laten horen. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke manier is om te kijken dat je je land moet inrichten. Ik denk dat die paradox, um, daar zou ik heel graag een reactie op willen hebben van uh, de beide mensen in het volgende. Um, dat je die paradox tussen Marx aan de ene kant, marxistisch, communistisch, aan de ene kant, en aan de andere kant, liberaal, radicaal, democratisch. Hoe kun je die twee nou mooi met elkaar verenigen? Mm -hmm. so, hoe democratisch of ondemocratisch was Marx eigenlijk? Ja, ik denk, ik denk dat je daar. Om te beginnen moet je dus vanuit gaan dat Marx eigenlijk leefde in een tijd van contra-revolutie. Uh, dus uh, Marx was sterk gevormd door de, de opstanden in Parijs in 1830, uh, waarin tienduizenden mensen omkwamen. De, uh, de opstanden van 1848 in, in Duitsland uh, en in Frankrijk en in veel andere landen. Um, en uh, de latere uh, de val van de. Van de Commune in Parijs van 1870. 1871. Dus uh, dat was niet de tijd van democratie. En je kunt uh, stellen, dus Marx was een, eigenlijk een soort van uh, intellectuele straatvechter. Dus hij was gewoon. Het was een tijd van hele scherpe sociale tegenstellingen, waarin een soort van heel sterk revolutionair denken aanwezig was. Dat er eigenlijk vanuit ging van nou ja, uh, je moet uh, zo hard mogelijk moet je. Uh, Instappen in, in die revolutie om een, een, een universele democratie te bewerkstelligen. Dus ik, ik denk dat je dan heel erg Marx en Denken in die context moet zien. Uh, en ik denk dat de, de, het, het ding wat, wat er zeg maar opkwam in de jaren 60 en 70: uh, het denken over een revolutie uh, in die tijd, uh, dat dat eigenlijk een. een uh, ja, een, een hele vreemde echo is van, van dat 19e eeuwse denken. En dat het veel meer uitging van een romantisering van uh, de dekolonisatie in, in, in Cuba ofzo, of, zo, of, of uh, in, in andere uh, derde wereldlanden, maar eigenlijk helemaal niet uitging van een heel, heel uh, realistische analyse van de verhoudingen uh, in het Westen. Dus in die zin vraag ik me af als je Marx nu. Uh, als Marx nu zou leven, dan zou hij meer zeg maar, een radicale democraat zijn. dan uh, per se een uh, voorstander van het Stalinisme, denk ik. Maar dat, ja. Om het te chargeren, als je kijkt naar de comeback van Marx. dan zou je nu zeggen dat, dat Marx een D66er zou zijn? <laughs> uh, nee, ik denk dat. We hebben het over het nu. Hoe moet je het nu toepassen? Ja. En als je kijkt naar Marx toen, was hij inderdaad niet democratisch? Dat paste toen ik in die tijd. Nee, hij was wel democratisch. Hij was voor een democratische revolutie die met ge geweld, Precies, geweld moest worden ingespeeld. Precies, geweld. Daar is we het niet voor. Ja, maar als je geen democratie hebt, dan kun je niet op democratische wijze een democratie invoeren. Dat is onmogelijk. Ja, ja, ik denk dat, ja dat Evert, wil jij nog uh, ja, de, reageren? De vraag was aan ons, ons beide gesteld. En ik denk dat dit een punt is waar ik toch er echt anders tegenaan kijk dan, uh, dan, dan Marijn. Uh, maar misschien ook niet. Maar jij noemde Marx een radicaal democraat. En ik denk dat je wel in de gaten moet hebben dat wat voor Marx betekent radicale democratie... is überhaupt de afwijzing van zoiets als een parlementair bestel. Daar heeft dat helemaal niets mee te maken. Dus Marx was eventueel wel, streefde eventueel wel naar universeel kiesrecht, arbeiderskiesrecht en dergelijke, maar slechts om het systeem om zeep te helpen. Later is dat door Lenen nog veel sterker uitgewerkt. Dat wordt echt een puur instrument in, uh, in de klassenstrijd. Maar bij Marx is dat ook al. En ook als je naar de vroege teksten van Marx kijkt, dan heeft hij bijvoorbeeld heeft hij kritiek op allerlei verschillende politieke stelsels en zo, op de monarchie en dergelijke, en uiteindelijk zegt hij van: democratie is het enige bestel waarbij inhoud en vorm volledig samenvallen. En dat sluit ook aan bij zijn idee van communisme. Daar is op een bepaalde manier geen politiek meer. Daar zijn dus ook geen verkiezingen of iets dergelijks. Laat staan dat je dus je bent de verkiezingen voorbij. Dit hele idee van particuliere belangen die dan in een verkiezingsstrijd in de vorm van politieke partijen en programma's met elkaar in de clinch gaan en dergelijke, dat zou in een communistische samenleving à la Marx een gepasseerd station zijn. Ook omdat ze gebaseerd zijn op, op ideeën, concepties van individualiteit, individuele autonomie, die voor hem door en door burgerlijk waren en dat wees hij af. Een hele, hele mooie tekst van Marx wat dat betreft, mooi afhankelijk van wat je ervan vindt, is uh, zijn opstel 'De Jodenvragen'. dat gaat letterlijk vertaald over de Joodse kwestie, maar dat is een misleidende titel, want het is een kritiek op een boek van Bruno Bauer, dat heette Die Jodenvragen'. en Marx, die zelf Joods was, heeft zich daar tegengekeerd. En het kernpunt daar in dat betoog is, Bauer zegt, wat de Joden in Duitsland moeten doen, dat is gelijke rechten eisen als alle andere mensen. Wat Marx dan zegt, is: oké, okay, maar als de Joden dat gaan doen, dan worden ze op dezelfde manier onderdrukt als alle andere mensen. Waar het om gaat, is dat hele bestel op de kop te zetten. Dus het gaat niet om politieke rechten. Politieke, zogenaamde politieke rechten zijn precies een ontkenning van de reële maatschappelijke verhoudingen. Zijn de ideologische bovenbouw van een liberaal-kapitalistische samenleving, ook wanneer je iedereen kiesrecht zou geven. Dat is dan hooguit een middel om er vanaf te komen. Maar het is onderdeel van dat. En ik denk, als je kijkt naar hoe zich dat feitelijk ontwikkeld heeft. in de 19e en 20e eeuw. met de ontwikkeling van het algemeen kiesrecht. wij hebben nu algemeen kiesrecht. en hebben we nog steeds een kapitalistische economie. Het einde van de politiek hoor ik een beetje hierin. Um, in het midden was nog een vraag. Ja, ja daar. ik had dus een beetje een soortgelijke vraag. Want ik vroeg me af of met uh, de huidige vormen van democratie. Zeker het twee partijen systeem in uh, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië of het überhaupt mogelijk is om het kapitalisme genoeg te veranderen. Is het mogelijk om het kapitalisme te veranderen? Ja, er is net een, een, een empirische studie verschenen uh, vorig jaar en die hebben zeg maar uh, een enorme bestand aan uh, zeg maar de voorkeuren van het Amerikaanse electoraat uh, hebben ze gemaakt. En dat hebben ze dan afgewogen tegen beslissingen die. Uh, uh, ja, het congres en uh, de Senaat uh, hebben gemaakt. Dus uh, en, en de conclusie uit dat, uh, nou ja, dat, het ging om duizenden verschillende thema's. Uh, de conclusie uh, uit uh, dat onderzoek is dat de Verenigde Staten gedefinieerd kan worden als een oligarchie uh, en niet zozeer als een democratie. Uh, en dat er een dergelijke indirecte verhouding is tussen de voorkeuren van de kiezers en het daadwerkelijk gevoerde beleid, dat je niet meer over een, een, een democratie zoals wat wij onder dat woord verstaan, kan spreken. Mm -hmm. uh, en uh, dat is een, een vrij cynische uh, observatie. Um, en er zijn uh, binnen Europa, ik uh, moet denken aan Pieter Meyer een, een, een Ierse politicoloog die in Leiden studeerde, uh, die heeft een boek geschreven over, uh, het heet Ruling the Void. Um, en uh, hij stelt een zeer uh, vergelijkbaar proces, uh, ziet hij in, in Europa gaan. Dus eigenlijk gewoon hoe dat, er, dat de politiek steeds meer op een afstand wordt geplaatst uh, van uh, de burgerbevolking. Dus maar daar, daar, daar zullen, uh, denk ik, na, na verloop van tijd altijd wel weer tegenreacties uh, op komen. Maar je, je ziet nu heel erg sterk dat er gewoon allerlei. Uh, ja, er zijn allerlei mechanismen ingebouwd die de beleidsruimte van de politiek heel erg hebben ingeperkt. Je mag niet meer uh, uh, dit of dat subsidiëren, want dan is het oneerlijke concurrentie. Je mag niet meer dit type belastingen heffen, want uh, nou ja, dat, uh, dat is ook oneerlijke concurrentie. Of dan word je aangeklaagd door een bedrijf. Uh, dus er, zijn, oh, er is een hele minieme beleidsruimte tegenwoordig. En, en uh, ja, de vraag is... Uh, Hoezeer het mogelijk is om dat open te breken op dit moment. Er zijn mensen die daar pogingen te doen. Maar in ieder geval niet met een tweepartijenstelsel, zoals in Amerika. Daar kun je dat zeker niet mee openbreken. Ik zie nu drie handen omhoog. We hebben niet meer tijd voor drie vragen. Wie wil heel, heel erg graag nog zijn vraag stellen? Stefan. Stefan achteraan, ja. Hallo, uh, um, mijn vraag gaat eigenlijk over uh, het, het, het tijdstip of de datum dat we deze bijeenkomst hebben. En mijn vraag is eigenlijk: waarom is dat zo laat na de, het uitbreken van de crisis, de economische crisis? Waarom duurt het zo lang voordat we weer over Marx gaan nadenken? Ja, zo'n zeven jaar denk ik ongeveer. Ja, <laughs> waarom duurt het zo lang? Nou ja. Zal ik eerst, of ja. Ik denk dat een dat is ook een punt waar ik denk ik echt met Marijn van mening verschil. Uh, ik denk dat Marx op een bepaalde manier nooit echt weg geweest is. Het is hooguit op de achtergrond geweest. Dus ik, in die zin is het niet zo dat de financiële crisis opeens tot een soort een soort eye opener is van oh maar dan moeten we weer Marx gaan lezen. Uh, het is ook niet zo, daar ben ik met Marijn echt oneens dat. Um, Um, om dan toch even polemisch te worden, dat het marxisme in Nederland nooit gearriveerd zou zijn. Die Etienne Balibar waar hij het over had, is in Nijmegen gepromoveerd bijvoorbeeld. Um, toen ik hier student was bij de filosofiefaculteit, was er geen enkele auteur waar ik in het kader van het officiële studieprogramma meer van gelezen heb dan van Karl Marx. Dat was in die zin uh, nummer één. Nou, is dat historisch redelijk contingent? Dat ben ik, uh, dat ben ik meteen uh, bereid toe te geven. Maar ik denk wel dat het. Marxistische ideeën, Marxistisch goed Jij noemde iemand als Gramsci, eh, Laclau en Mouffe. zijn al die jaren all over the place geweest. Alleen misschien niet zo heel erg nadrukkelijk of zo heel hoorbaar. En altijd natuurlijk een beetje marginaal. Waarom? Omdat ze tegen het systeem aanschoppen, of het ondermijnen, of hoe je dat maar zeggen wil. Maar ja, dus ik denk dat jouw vraag. Ja, ik denk dat daar een stuk optische illusie in zit. Nou ja, bijvoorbeeld dat Piketty nu dan als een rockster door over de wereld toert. Geeft wel aan dat er een soort van voedingsbodem is waar zo iemand uh, in kan aarden. Ja. Waarom is dat dan nog niet? Waar, waarom hebben we zo lang moeten wachten op Piketty dan? Ja, want het heeft heel erg te maken, denk ik, met de uh, staat van de sociale wetenschappen in Nederland. Dus je, 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 bijvoorbeeld, uh, ik heb aan uh, de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. En daar zaten dan nog een, een aantal van die uh, oude marxisten ergens in een uh, met TL-buizen verlichte kamertjes uh, met grote <laughs> papierstapels. Uh, ...waren nog lessen aan het geven, maar die werden eigenlijk heel erg snel uitgerancheerd. Um, die wilde men niet hebben. Men wilde de kwantitatieve politicologen die met grote datasets werken. Uh, men wilde eigenlijk, uh, ook, ook in het, binnen de sociologie... Uh, ...wil men liefst de, de formeel objectieve wetenschappers hebben... Um, en ik denk dat dat, dat is een hele dominante invloed gaan worden, het positivistische onderzoek in Nederland. En, en Piketty is een soort van gekke uitzondering op de regel, omdat hij dus wel heel erg met die datasets mm -hmm. werkt, dus heel erg past binnen dat paradigma, maar tegelijkertijd heel erg goed op de hoogte is, uh, heel, heel goed zijn literatuur kent en, en daar een beetje Balzac en uh, een beetje Jane Austen bij gooit en, uh, en, en een gedeelte politieke theorie erbij levert. Maar dat type hybride figuren heb je eigenlijk vrij weinig. De, de overgrote meerderheid ziet zichzelf als een soort van uh, number cruncher. Uh, in ieder geval in de sociologie en politologie mm -hmm. waar ik, uh, afdeling waar ik ben geweest. Dus ik denk dat dat er ook heel erg sterk mee te maken heeft. Dat het meer uh, theoretiserende, het meer inhoudelijke type sociale wetenschap, uh, dat staat heel erg onder druk. En ik weet, ik weet niet hoezeer dat hier zo is, maar zeker in Amsterdam is dat zo. Uh, waar ze nu uh, de humanities aan het hervormen zijn in Rotterdam willen ze de sociologieafdeling samenvoegen met bestuurskunde, uh, waar Schinkel zit. Uh, in, in, in ze zijn eigenlijk overal op dat type uh, wetenschap zijn ze aan het bezuinigen. Um, ik moet helaas de avond gaan uh, afsluiten. Um, degene die nu een vraag niet hebben kunnen stellen, jullie kunnen misschien zo meteen in het cultuurcafé. Nog wel een vraag stellen. Dus uh, kom allemaal naar het Cultuurcafé om uh, verder uh, te praten. Um, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie uh, aandacht. Leuk dat jullie er waren. Uh, Evert, bedankt voor je bijdrage. Marijn, heel erg bedankt voor je lezing. En ik hoop jullie graag een volgende keer weer te zien bij een activiteit van het Zoetebeekprogramma. Een hele fijne avond nog.